Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explore. We staan vandaag in België bij een verlaten boothandel, dus dat gaat wat vets beloven. Nou, we staan hier dus in het huis van de boothandel, dus zeg maar, hieronder heb je een workshop zeg maar en zo. En hierboven is zeg maar het woongedeelte en buiten staan allemaal nog boten en zo en super vette dingen. Er staat nog zo'n tankstation voor boten. En ja, er zijn hier gewoon super veel spullen nog achtergelaten, dus dat is echt super vet om te zien. Nou, ik kom hier dus bij het kantoor en ik heb een nieuwe vriendin heb gevonden hier. Die ligt hier ook gewoon random op de grond. Dus ja, wie weet wat we hier allemaal aan gaan treffen. Ik zie hier allemaal kantoor, ik zie hier allemaal boekjes nog van motors die in de boten gezeten hebben. En van boten die ze hier verkocht hebben. Dus ja, ik hoop dat we hier echt super vette dingen gaan vinden nog. Nou, ik kom hier op kantoor en hier op tafel ligt als een schroef van een boot. Ik denk niet dat dit van een super groot bootje is geweest. Nou, het is wel vet om dat gewoon hier te vinden, zeg maar. En ik zie hier ook nog iets super vets liggen, de watersport en zo. Ik zie hier gewoon een weekbord liggen. Super vet dat die hier gewoon achtergelaten is, man. Nou, ik kom hier dus vanuit de woonruimte aan het kantoor, zeg maar, zit de workshop vast. Hier werden boten gemaakt, onderdelen ze liggen hier en zo, dingen gerepareerd. En ik zie hier ook een bordje van boot te koop. Dat is wel leuk dat hier allemaal nog ligt, al die dingen en zo. Want buiten liggen nog best wel boten, daar gaan we zo naar kijken. Die zijn ook echt super vet. Er liggen wel een paar redelijk grote boten tussen, niet echt jachten of zo, maar. Ja, wel gewoon een leuke boot om te zien en zo. Nou, hieronder in de workshop. Er staat een super groot motorblok. Weet jij nou toevallig of zo van wat voor boot is geweest? Heb jij er een beetje verstand van? Laat dat hieronder in de reacties achter. Want ik ben wel benieuwd waar zo'n ding in gelegen heeft. En als je dan achteruit de muur kijkt, dan zie je allemaal van die schaduwen. Van ja, de vorm van het gereedschap. Alleen heel veel dingen zijn al gestolen of zo, die zijn weg. Maar het is wel goed georganiseerd geweest hier zo. Dat je daar makkelijk gewoon terug kan hangen. Dat je weet waar alles gehangen heeft en zo. Ziet er wel super vet uit hier, die workshop. Nou, hier achter mij staan allemaal platen van die oude gokkasten, die fruitmachines en zo. En misschien zijn het reserveonderdelen, misschien zijn het nieuwe of zo. Misschien, ik denk dat die man van de bootwinkel misschien als hobby ook had, van dat hij zelf een gokkast had of zo. Maar is wel, ik had eigenlijk niet verwacht hier te vinden, zeg maar. Het is wel vet om te zien. Ja, ze verkochten hier dus boten. En natuurlijk heb je dan ook zelf een tankje nodig, want als iemand een proefrit wil maken hier op het kanaal of zo. Ja, dan kun je natuurlijk, dan moet je dan wel ook dichtbij kunnen tanken. Dus dit bedrijf had gewoon zelf een tankstation, wat wel echt super vet is. Dus deze service gewoon hier aanbieden, dat je hier gewoon ook kan tanken en zo.
Nou, dat was weer het einde van deze aflevering van Urbex Explore. We hebben echt super vette dingen gezien. Dit gewoon allemaal daar nog binnen staat. Zoals het nu workshop, al die, ja, het gereedschap aan de muur hing en zo. Op het kantoor lagen veel dingen nog. Er stonden zelfs boten buiten. Dus vond je dit nou een vette video? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En niet te vergeten, we zijn ook voor Topsego op kanaal 44 in de regio Haaglanden te zien.